zijn vanmiddag, zaterdagmiddag, op pad met Daniël Koerhuis, VVD-Kamerlid, wat op de kandidatenlijst van de VVD op de 22e plaats staat. Daniël vertelt wat zijn afkomst is, waarom we op de VVD zouden moeten stemmen. Zij gaan met een op campagne in Dedemsvaart. En het resultaat zien we uiteindelijk op 15 maart bij de Tweede Kamerverkiezingen. Daniël Koerhuis, goedemiddag. Goedemiddag. Wie is Daniël Koerhuis? Laten we daar eens mee beginnen. Geboren en getogen Dedemsvaarder. Opgegroeid aan de Schuttevaar. Welk jaar hebben we het dan over? 1981. Op de Lange Wieken op school gezeten. Daarna naar, het heette toen nog Van Dedem, maar dat al heel snel werd het Vechtouwcollege toen ik erop zat. Ja. En twee jaar hier in deze op het Vechtouwcollege gezeten. Ik heb twee ouders had ik hier, een zusje. Op sport gezeten, op badminton. De Dak heette dat toen. Ja. De Dak heette dat, Boertjesdak. En, DAC. Ja, en, wat nu de volleybalvereniging is. Ja, maar ik heb het opgezocht. Volgens mij heet het nu Fairplay DAC. Oké. Okay. Ik dacht dat het Dak was, maar. Badminton dus. Badminton. Geen voetbal. Ik heb één jaartje voetbal gedaan, maar was hem toch niet helemaal. Nee, dat ging hem niet worden. Vecht al afgemaakt in Aardenberg. VWO heb ik gedaan, 6 jaar VWO. De aanleiding dat we hier zitten is, je staat op een verkiesbare plek zoals het er nu uitziet voor de VVD. Klopt. Bij de komende Klopt. Verkiezingen voor de Tweede Kamer op 15 maart. Klopt. Nummer 22, als ik het goed heb, geven de peilingen nu aan dat de VVD ongeveer uitkomt op 25 zetels. Dus de kans dat we jou terugzien op het plus is behoorlijk groot. We hebben nog geen stem binnen. Dus ik roep ook iedereen op de VVD te gaan stemmen. Uiteraard. Mark Rutte zegt zelf ook, hè, we gaan voor 41 zetels. Hoe realistisch is dat, denk je? Ik denk dat er wel iets zit. Ja. 41? Ja. Als je bekijkt dat jullie nu op 25 staan, nog 2 weken te gaan. Ja, de VVD heeft toch Nederland uit de crisis gehaald. En er zijn nog wat zorgen die wij willen wegnemen de komende periode. Oké, nou daar komen we straks nog even op terug. Even terug naar je periode in Dedemsvaart. Hè? Want hoe is die aanloop? Hoe ben je teruggekomen bij de VVD? Je vertelde net van, nou hier geboren, op sport gezeten. Toen ik 18 was, heb ik me hier al gemeld bij de VVD. Of volgens mij was het toen ik 17 was. Maar werd ik dan heel snel doorverwezen naar de JOVD. Ik ging ook studeren in Amsterdam in 99. En van waar dan die interesse voor de VVD? Want voor zover mij bekend heeft Averees toch eigenlijk voornamelijk PvdA-burgemeesters gehad? Dus Wilderaier, Peilman in jouw periode? Ja, maar is mij helemaal niet bekend. Daar heb je je nooit in verdiept? Nee, niet in de Partij van de Arbeid. Wat ik wel weet is dat mijn omgeving altijd heel, heel, heel sterk CDA of VVD is. PvdA heb ik nooit van gemerkt. Maar kom je uit een ondernemersgezin? Ja, zeker zin wel, want mijn overgrootvader is vanuit de omgeving Deventer naar Dedemsvaart gekomen, de Lange Wijk, om een slagerij te beginnen. Oh, die is daar een slagerij van? Ja. En daar ben ik uiteindelijk dan een achterkleinzoon van. En je vader heeft die slagerij voortgezet? Nee, mijn oom heeft hem voortgezet. Mijn vader is ook slager geworden en die werkt voor Kossen. Slagerij. Ja, ze zitten in Lutte, Dedemsvaart en Ommen. Oh, oké. Okay. En mijn pa werkt in Ommen. Dus eigenlijk toch wel uit een ondernemersgezin. Deels verklaart dat dan je keuze, denk ik, voor de VVD. Wat toch gezien als een ondernemerspartij. Ja, deels ook van. Ik zie de VVD als een partij die kansen wil geven aan mensen. Ik heb hier zelf altijd de kans gehad om talenten te ontwikkelen, om door te groeien. En dat wil ik graag teruggeven. Ja.
En je ziet de VVD niet per se als een ondernemerspartij? Nou, niet alleen. Een volkspartij. Volkspartij. Ja. Voor vrijheid en democratie. Dat dan ook. Je ging dus naar het Vechtal College, vervolgens VWO. Je woont nu in Brussel, heb ik. Ik woon in een klein dorpje buiten Brussel. Buiten Brussel. Maar hoe ben je daar zo terechtgekomen? Ja, ik ben dus op Vechtal College VWO doorlopen. En ja, op de lange week al vond ik rekenen een ontzettend leuk vak. En wiskunde vond ik heel leuk op het VWO. En toen gaan kijken, wat kan je met wiskunde doen? En daar kwam ik bij studies uit als natuurkunde, scheikunde en econometrie. Maar een politieke interesse was er toen ook al. Ik begon toen al een beetje te beleggen. En interesse in financiële markten waren er al. Ja, want je bent ook financieel deskundig, hè, bij de partij. Dat is een van de redenen waarom ik op de lijst sta. Ik ben er nog niet, maar dat is een van de redenen waarom ik op de lijst heb gezet. De andere reden is omdat ik uit deze regio kom. Maar wat bedoel je met ik ben er nog niet? Nou, ik zit nog niet in de Tweede Kamer. Nee, ook zo. Op die manier. Ja. Maar je hebt er toch wel geloof in. Als ik je hoor zeggen 41 zetels, ja, dan hou je dat roei aan. Ik heb er zeker geloof in, ja. Dus je staat er met één been toch zeker wel in. We hebben nog geen stem binnen. Is dit een droom die dan werkelijkheid wordt? Om in de Tweede Kamer te gaan zitten? Nou, het is wel iets wat mij altijd heeft bezig gehouden. Ik kan me nog heel goed herinneren dat ik... ik heb hier ook bij de Plukkel gewerkt 5 jaar. En mensen vroegen me altijd, wat wil je later worden? Toen zei ik in de Tweede Kamer. Oh, echt waar? Ja. Wat lijkt je zo leuk aan om nou ja, politicus te zijn? Ja, om wat terug te kunnen doen. Maar dat klinkt wel een beetje abstract. Wat wil je terug doen dan? De kansen die ik zelf heb gehad, op school vroeger, op het werk. Welke kansen heb je dan over? Nou, dat je naar school kan gaan. Okay. En dat je naar een goede school kan gaan. Dat heb je ook altijd zo ervaren. Is, ja. En dat het werk er ook is, ja, dat vind ik belangrijk. Ja, maar je bent je dan heel erg van bewust dat heel veel anderen die kansen niet hebben, moet ik het zo zien? Of? Nee, ik ben iemand die naar de toekomst kijkt. En daarop voortbouwen. Ja, precies. Maar van waar dan specifiek die keuze voor de VVD? Had het even goed een andere partij kunnen zijn? Nee, dat had geen andere partij kunnen zijn. Dat is voor mij de liberale partij. Die kansen wil geven aan mensen op school. Die mogelijk maakt dat er banen zijn. Dat je kansen krijgt op het werk. Ja. Maar er zijn natuurlijk meer partijen die kansen bieden, toch? Ja, en voor mij is het de VVD. Ja, omdat? Over abstract gesproken, heb je de CPB-doorrekening gezien dat de VVD 245.000 banen creëert op lange termijn. Ja, en dat is ook het verhaal waarmee je zeg maar nu deze dagen de boer op gaat in deze regio. Want... Nou, waarom is het... De boer gaan in deze regio's is vooral om te luisteren. Van wat er speelt? Ja, met niet om stemmen te winnen? Een paar volkstemmen voor mij, ja zeker. Maar de zetels moet Mark Rutte verdienen. Ja, een zetel met 60.000 stemmen. Kijk, ik ben ambitieus, maar 60.000 stemmen, ik weet niet of dat gaat lukken. Nee, dat is inderdaad zo. Nou zijn we in Nederland natuurlijk wel een... Hebben we een stelsel waardoor je toch altijd uiteindelijk weer moet gaan samenwerken. Hè? De VVD zal het niet alleen gaan halen. Klopt. Dus heb je dan nog persoonlijke voorkeur met welke partijen dat het liefst zou willen? Ja, ik sluit me daar natuurlijk aan met mijn lijsttrekker. Dat is CDA en D66. CDA en D66. Dus dat wordt wat jou betreft de coalitie. Nou, eerst moet er gestemd worden. Waarom voortdurend die slag om de arm? Omdat ik ben nieuw in de politiek en ik kan natuurlijk niks beloven. Dus, en ik ga niet over hoeveel zetels welke partij haalt. Nee.
Dus daar gaat de mensen thuis over, niet ik. Nou goed, laten we dat even afwachten. Wat kan jij in de Tweede Kamer, ervan uitgaande dat je daar komt, voor onze regio betekenen? We hadden nog wat open eindjes eerder in het gesprek openstaan. Ja. Er zijn twee redenen waarom ik deze mooie plek op de lijst heb gekregen. Dus enerzijds mijn achtergrond in financiën. En anderzijds omdat ik uit de regio kom. Ja. Uit deze regio kom. En de regionale vertegenwoordiging, vinden wij belangrijk. Dat is ook zo. Hoe vaak ben je nog in de regio? Ik heb nu nagenoeg 2 weken vrijgenomen van het werk, dus zo'n beetje elke dag. Dat zie je ook wel voorbij komen op Facebook. Hiervoor gemiddeld 1 in de 2-3 weken bij familie. Maar dan ook wel een heel weekend dan gelijk. Ja, okay. Dus je bent wel heel goed op de hoogte van wat er lokaal hier speelt. Ik heb van 1981 tot 1999 in Delenswaard gewoond. Ik heb gestudeerd tot 2004. Toen kwam ik hier elk weekend nog bij mijn ouders. Ja. En uiteindelijk ben ik hier nog getrouwd. Mijn kinderen zijn hier nog gedoopt, 2 van de 3. Dus, Ze waren gedoopt hier in de Vieterskerk? Ja. Hoeveel kinderen heb je? 3 kinderen. 3 kinderen? 3 zoontjes. Eentje van 6, eentje van 4 en eentje van bijna 2. Ziet het wel. Zo zie jij het ook, Alex, als een vertegenwoordiging, meneer Koerhuis, als een vertegenwoordiging van deze regio? Ja, maar ik denk dat in alle bescheidenheid, ik denk dat in eerste instantie op zijn kwaliteit financieel is geselecteerd. Ja. En dat hij zijn roes hier heeft liggen, is voor ons een hele gunstige bijkomstigheid. Ja. En rekenen maar als hij er straks in komt, dat wij wel een plekje voor hem gaan vinden om hier weer in de buurt te blijven wonen. Oh ja? Ik heb wel met mijn vrouw erover gehad, natuurlijk, hè, andere baan, hè, we wonen daar wel. We hebben wel 2 kinderen op school zitten, bijna 1/3. Ja. En wat alweer lastig is natuurlijk, hè, ik merk echt die jongste, die wil echt met zijn 2 oudste broers mee naar school. Ja. En hier in Nederland kun je pas naar school met 4. Dus dat is nog wel even een overweging. Trekken we hem daar van school af om weer terug in de regio te gaan wonen? Ja, want dat is echt een overweging wel. Dat je... Ja, als je je zoontje van school trekt en weer thuis houden, is nogal wat, toch? Ja, zeker. Ja. De regio, dat wil dan niet zeggen dat je je ook weer gaat vestigen in Delenswaard. Maar wat voor de VVD belangrijk is, en dat raakt er meteen aan, is bereikbaarheid. Ja. Dus ik werk wel in Den Haag dan. Ja. Dus, en de bereikbaarheid vanuit Zwolle is nu nog een stukje beter. Ja. Ben je de afgelopen dagen, heb je al een rondje gemaakt, hè, bij de verschillende bedrijven, dacht ik? Ja, bedrijven, met mensen op straat. Maar niet thuis. Alleen... Oh ja? Mensen thuis? Ja, Peter Schipper had me net over, ja. Ben ik thuis geweest. Oh, oké. Okay. Maar dat is dan een vriendenbezoek of is dat ook in het kader van... Het is een hele goede jeugdvriend van mij en nu ik toch... Ik praktisch bijna woon, voelt het bijna deze dagen. Ja. Zoek ik mijn oude vrienden op. Oh. En heb je natuurlijk ook over, hey Daniel, waarom ben je? En ik zit me ondertussen af te vragen, hoe zit het met je dialect? Kan je het Voortse dialect nog... Ik versta het prima. Oké, maar spreken doe je het niet. Spreken is lastig, maar ik weet niet of je meer mensen van mijn generatie... sommigen wel, sommigen niet. Nee. Ik weet nog wel, vroeger bij Nederlands op het Vechtelcollege kreeg je minpunten als je te sterk dialect had. Is dat echt? Ja, dat weet ik nog wel, ja. Oké. Okay. Ik heb altijd geleerd dat je daar trots op moet zijn, maar dat is dan blijkbaar veranderd. Ja, ik ben er ook wel trots op, maar het is, dat wordt er dan toch een beetje uitgeduwd. Nou ja, goed. Maar ik versta het prima. Kijk, beide opa's en oma's hadden dat dialect. Ja. Mijn ouders nog grotendeels. Dus, ja. En vrienden van mij ook nog. Ja, precies. Maar je verstaat het ook nog prima. Ja, praat gerust plat. Nou, laten we dat nou maar niet doen. In ieder geval een poging doen om het niet te doen. Horen doe je toch wel, denk ik. Dat je uit de streek komt. En dat is ook niet erg, denk ik. Even teruggaan naar de lokale situatie. Een van de kwesties die hier op dit moment speelt, is denk ik toch wel de vraag, moet de Aldi
verhuizen naar het Mercator-terrein. Je kent het verhaal, denk ja, ik. Ik kende Aldi nog wel vanuit mijn tijd. Ja. Ik weet waar die zit. Maar je weet ook waar die naartoe... Nou ja, hey, Alex zit hier gelukkig bij. VVD-gemeenteraadslid uit Edensvaart. Ik geloof dat de VVD... hoe moet ik het zeggen? De VVD in de gemeenteraad van Hardenberg is voor de verhuizing van de Aldi naar Mercator. Als enige, zou ik bijna zeggen. Nou, ik weet niet of, dat, of wij de enige zijn. Okay. Die daarvoor zijn. Die beslissing die zou dan genomen moeten worden. Het college heeft in principe wel aangegeven dat zij niet welwillend staan tegenover de verhuizing van Aldi naar Mercator-terrein. Nee, precies. Alleen er is, denk ik toch met name door de Aldi wel wat in gang gezet met de petitie. En ja, dus het zou best kunnen dat de stemming nog wel omslaat. Ja, precies. Ik denk ook dat je daar gelijk in hebt. Maar je hebt je waarschijnlijk wel een beetje verdiept in de situatie, hoe de markt er hier nu uitziet. Ik zie hoe de markt, altijd gekomen. Ik zie de ontwikkeling die er door is gekomen. Kan je je voorstellen dat het handig zou zijn om de Aldi buiten aan de rand van het dorp te verplaatsen? Of nou, heb je daar... De Lidl zit er al in de buurt, dus ik kan me voorstellen dat het een logische locatie is voor een supermarkt zoals de Aldi in de Lidl, ja. Ja. Kan ik me voorstellen. Ja. Maar ik leg mij hier in de handen van Alex. Ja, daar heb je niet echt een mening over. Nou, ik heb niet de alternatieve plannen gezien. Nee, dus je kan daar eigenlijk niet zo heel veel over zeggen. Alleen dat ik me dat heel goed kan voorstellen. Hè? De Lidl zit het is een mooie locatie dicht bij de snelweg. Ja. Dat kan ik me goed voorstellen. Ja. Als je, dat is dan een van de kwesties, maar... Een goede parkeerruimte is natuurlijk ook belangrijk. Ja. Ik kan me voorstellen dat die daar makkelijk aan gaat worden gelegd. Dat schijnt met name dan op de markt hier juist nog wel een beetje een probleem te zijn. Ja, ik kan me goed voorstellen. Dat was in mijn tijd al een probleem. Is dat zo? Ja, het stond altijd vol. Ja, maar goed, je hebt nu natuurlijk een andere situatie. Alleen de Jumbo zit aan de overkant van de straat. Dat is een andere situatie, maar er zijn alleen nog maar meer winkels naar de markt gekomen. Ja. Ik kan me voorstellen dat het helemaal drukker is geworden. Ja, ik denk dat dat waar is. Ik denk dat dat klopt. Zo kijken we. Ja. Waarom zouden wij met z'n allen hier in de gemeente Hardenberg, laat ik het maar even zo noemen... uiteindelijk straks op 15 maart op de VVD moeten stemmen, wat jou betreft. Ah, nou, omdat de VVD-partij is, hè, regionaal staan wij voor bereikbaarheid. Hè, waar ik zelf al veel last van heb als ik naar familie ga, is de A28 die regelmatig gewoon vol loopt. Ik denk dat iedereen kent wel Strand Nulden. Als je die kant op rijdt, sta je weer vast. Ja. Dus wij zijn wel een partij die, we hebben 700 kilometer asfalt aangelegd. En ik zeg al, gek scheren, wat mij betreft komt nog 700 kilometer bij. Ja. Dus zeker ook naar zo'n A28 kijken van of we daar iets mee kunnen doen. Mm-hmm. Bijvoorbeeld. Ja. En waarom zouden we dan op Daniel Koerhuis een stem uit moeten brengen? Nou, omdat het toch wel met een schuine oog naar voorkeurstemmen wordt gekeken. En ik toch ook dit mooie plekje op de lijst heb gekregen omdat ik uit de regio kom. En... dan zijn een paar voorkeurstemmers zijn dan wel, mij heel goed kunnen helpen de regio te vertegenwoordigen. Maar je zegt de regio vertegenwoordigen? Ja, met name Edensvaart waar ik vandaan kom. Ja, maar dat kan dan niet helemaal, maar dat kan mijn tekortkoming zijn. Dat kan ik niet helemaal rijmen met wat je dus net zei van ja, ik ben niet zo goed op de hoogte van de lokale situatie. Ja, maar de Tweede Kamer gaat niet over een verhuizing van de Aldi naar de Mercatorplein. Dat is natuurlijk waar. De Tweede Kamer gaat wel over de Rijkswegen, zoals de A&M-wegen. Ja. Ja, er zijn natuurlijk nog wel veel meer thema's. En zeker als het, ja, ik kan me veel dingen erbij voorstellen bij zo'n verhuizing. Ja. Dan ben ik ook Alex Reding op. Ja, heb je veel contact met de mensen van de lokale... Op de lijst daar wel, veel contact met Alex. Ja, ja. Maar die contacten die stammen pas nu, die komen nu tot stand en die waren er al niet eerder? Nou, wat ik zeg, hè, toen in 1999 heb ik mij gemeld bij de VVD hier. Ja.
Ben je lid geworden? Ik ben toen, ik ging al heel snel studeren. En toen kreeg ik de papieren, dat weet ik nog goed, de papieren van de JOVD in de handen gedrukt. Dus ik ben lid geworden van de JOVD in 1999. Ja. En uiteindelijk pas toen ik ben gaan werken in 2004, ben ik lid geworden van de VVD. Oké, toen. Want misschien kan je mij uitleggen hoe dat werkt. Ik heb geen idee. Je wordt lid van zo'n partij in 2004. Je hebt dan die ambitie waarschijnlijk al dat je ooit misschien wel in de Tweede Kamer wil gaan zitten. Maar hoe werkt dat dan? Word je door het bestuur gevraagd of hoe moet ik dat zien? Ja, ik kan zeggen hoe het bij mij is gegaan. Ja. Ik was al lokaal actief voor de JOVD. En ik ben lokaal actief geworden in Amsterdam-Noord, waar ik woon voor de VVD. Hey, begon als algemeen. Hey, dus zit je in een politieke partij heb je twee kanten. Je hebt de verenigingskant en dan echt de politieke kant. Ja. En de politieke kant, zoals Alex, die zit in de gemeenteraad. Ja. In Amsterdam-Noord hadden wij een stadsdeelraad. Ja. Ik zat aan de verenigingskant. Dus ik ben er begonnen als bestuurslid, toen werd ik vicevoorzitter en toen werd ik voorzitter van de VVD om Amsterdam-Noord. Aha. Aan de verenigingskant, wat het inhoudt. Is, er komen de gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. Dan zorg je dat er een verkiezingsprogramma wordt geschreven. Dat de kandidatenlijst wordt samengesteld. Ja. Dat de campagne georganiseerd wordt. En dan dat je de coalitieonderhandelingen ingaat. Oh. Dat heb ik twee keer mogen doen daar. En hoe je dan bijvoorbeeld op zo'n gemeenteraad, op zo'n kandidatenlijst komt van zo'n gemeenteraad. Is van, je wil goede kandidaten hebben in een gemeenteraad of in een stadsdeelraad. Maar je hebt nooit in een stadsdeelraad gezeten? Nee, want ik vond wel, ik had toen een drukke baan. En ik vond toen wel, als je in een gemeenteraad zit of in een stadsdeelraad, moet je wel veel tijd voor vrijmaken. En voor mijn gevoel kon ik dat niet. Nee. Dus toen heb ik gezegd van, en ik heb ook zo'n beetje de hele vereniging, iedereen die actief was in die gemeenteraad of in die stadsdeelraad geduwd. Ja. En in mijn eentje proberen op een gegeven moment samen met steun vanuit de VVD Amsterdam om dat verenigingsdeel rond te blijven draaien. Ja. Maar ik, voor mezelf had ik daar, vond ik niet dat ik daar zo'n tijd voor had. Nee, precies. En wat is nu je baan? Wat doe je voor werk? Ja, ik werk nu in Brussel. Brussels jargon, Europese Bankresolutieraad. Ja, moeilijk woord. Ik kan het nog vertalen als Europese Banksaneringsraad. En bijvoorbeeld, ik heb voor het ministerie van Financiën hier de banken mogen een doorstart mogen geven in 2008 en 2009. Okay. ABN AMRO, ING, Egon, SNS. En als dat nu weer gebeurt, is de bedoeling dat die doorstart in Brussel mogelijk wordt gemaakt. Ja. Zodat in elk land niet alleen dezelfde regels gelden in de Europese Unie, maar ook het op dezelfde manier die doorstart wordt gedaan om de concurrentie zo eerlijk mogelijk te houden tussen banken. En uiteindelijk ga je straks die baan wat opgegeven voor een politieke. Dat hoop ik. Stopt dan daar de ambitie of gaat die ambitie nog verder van oké, over 4 jaar, 8 jaar, ik wil premier van Nederland worden? Nou, nee, dat weet ik gewoon echt niet. Daar is die ambitie? Nee, dat weet ik gewoon echt nog niet. Ik wil eerst eens de Tweede Kamer in. Laten we dat eerst maar eens doen. Ik zeg, ik ben nieuw in de politiek, dus laten we dat eerst eens eventjes doen. Je komt ook niet uit een politiek gezin. Kennen we je ouders misschien als ooit in de gemeenteraad gezeten? Zeker niet. Ik dacht ook altijd dat je in de Tweede Kamer kwam via een opstap, gemeenteraad, provinciale staten. Soms wel. Maar dat hoeft dus niet. Nee, soms wel. Vaak wel zelfs, maar dat hoeft niet. Nee. Of je zou misschien baan kunnen ambiëren als uiteindelijke burgemeester van. Ligt nog niet helemaal op het pad, maar wie weet. Maar je hebt het nog niet uitgestippeld. Nee, ik heb het niet uitgestippeld. Maar ik ben graag een cijferaar. In hoeverre een burgemeester met cijfers bezig is, weet ik niet. Nee. Wethouder financiën misschien.
zou kunnen. Wij hebben natuurlijk in Hardenberg nu wel een VVD-burgemeester. Ja, Peter Snijders. Ken je die? Ja, die ken ik goed. Ja. Ook vanwege de partij? Of? Ja, ja. Oké. Okay. En kan je daar iets meer over vertellen? Ja, hij is ook regiovoorzitter Oost voor de VVD. Dus de VVD heeft Nederland en regio's voor de partijstructuur ingedeeld. Ja. En hij is voorzitter regio Oost. Merken wij daar als... Nou ja, dan moet je zeker wat van merken. Van, ja, dan moet je zeker wat van merken. Dat we een VVD-burgemeester hebben? Ah, nou, ik vind het belangrijk dat de VVD goed vertegenwoordigd is in de gemeenteraad en in het college van burgemeesters en wethouders. Dan kun je goed een link leggen met landelijk. En helemaal als de burgemeester ook nog eens regiovoorzitter is, dat is natuurlijk alleen maar beter. Ja. En aanstaande donderdag is er een ondernemersbijeenkomst. Samen opgezet met Alex, waar we in gesprek gaan. En ik ook als kandidaat Tweede Kamerlid met ondernemers in Delfzijl. Oké. Okay. En wat we voor elkaar kunnen betekenen. En dan ontmoet je waarschijnlijk ook nog wel weer veel bekenden misschien. Hoop ik. Want je hebt nog wel die wortels hier, je kent nog heel veel mensen. Ja. Oké. Okay. Fantastisch. Ik wens je veel succes bij de komende verkiezingen. Dank je wel. Veel stemmen winnen. Dank je wel. Goed zo. Dank je. Maar sinds dat ik een knik in mijn stropdas kreeg, mag ik VVD stemmen. Kijk, Daniel, dat ga ik wel uit. Hey, hoor. Is er jouw zoon? Nee. Nee. Oh, Alex, zo oud ben ik ook niet. Nee. Nee. Ja, dat is pensioen.